van 7 uur. We zijn om 7:30 moeten opstaan en toen zijn we met de fiets naar Oudenschild gegaan. Nu geef ik het woord terug aan een nieuwe collega. Of aan een nieuwe collega. Hallo, wij zijn naar Kaapskil geweest in Oudenschild. Dat is een museum voor jutters. Jutten is eigenlijk voorwerpen rapen van het strand en daar iets mee maken. Jutters vertellen er soms grappige, droevige of mooie verhalen over. Mijn collega Lucas gaat daar meer over vertellen. Electric lights blow my mind, but I feel alright. I never stop, it's how we ride, coming up until we die. You catch my eye. We zijn naar het museum Kaapskil geweest. Daar waren vele oude huisjes en dingen van vroeger. En er stond ook een hele mooie molen waar je in kon gaan kijken. Onder in het museum, daar was een hele grote tafel met allemaal huisjes over Texel. En het eiland zelf stond erop. Kon je zien hoe al de huisjes er vroeger uitzagen. En er waren ook allemaal spelletjes te doen. En ook allemaal filmpjes om te bekijken. En boven, daar stonden dan heel veel dingen die ze hadden opgevist door de jutten. Mijn collega heeft daar juist meer over verteld. Er stonden dus veel dingen die ze hadden gehaald. Dat waren meestal dingen van vele jaren geleden. Dat kwam uit de oorlog soms, dingen die daar kapot waren gegaan. En nu geef ik het woord aan mijn collega Thibaut. Never stop, it's how we ride, coming up until we die. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Boys and girls across the world, put it on our dancing shoes. Going to the discotheque, getting higher, getting raised. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Hey beste kijkers, we zijn vandaag na het museum zijn we schelpen gaan rapen. En ik heb er ook een paar mosselen gevonden. Een paar wat open waren en een paar wat toe waren. En Sebastian is helemaal nat geworden en is met zijn broek in de zee gegaan. En nu laat ik het over aan mijn collega Jelle. So light it up. And never stop, it's how we ride. Coming up until we die. Zijn we ook met de boot weg geweest. We zijn garnaalvis en zeehonden gaan kijken. En er was ook speciaal bezoek. Iemand uit Bangladesh. Die was het hoofd van een zender uit Bangladesh. Nu komen we in de krant van Bangladesh, het nieuws van Bangladesh en misschien op YouTube. Dat weten we nog niet. En we hadden ik weet niet ongeveer hoeveel garnalen, maar heel veel garnalen. En we hadden ook 5 zeehonden gezien. En nu ga ik het aan mijn collega overgeven aan Thibaut. But I feel alright. I never stop, it's how we ride. Coming up until we die. You catch my eye. Bitch, you wanna fly. I'm so alive. Never stop, it's how we ride. Coming up until we die. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Boys and girls across the world, put it on our dancing shoes. Going to the discotheque, getting high and getting wrecked. Put it on our dancing shoes. Going to the discotheque. Getting high and getting
welkom bij het nieuws van Texel. We hebben vandaag ook zeeslag gespeeld in het echt. Toen zat ik in het team met Thibaut, mijn collega. En we hebben eerst een bootje moeten vouwen. Daarna moesten we een nummertje grijpen. Moesten we ons bootje daarop zetten. En moesten we strijden tegen andere bootjes. Met uitdagingen zoals limbo, duimworstelen, armworstelen, touwtjes springen en van die dingen. Wij zijn uiteindelijk 9e geworden. En wie eerste is geworden, dat weet ik niet, maar het was wel heel fijn. Get my guitar, sunglasses on, so light it up. Never stop, it's how we ride, coming up until we die. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Boys and girls across the world, put it on our dancing shoes. Going to the discotheque, getting high and getting wrecked. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Het eten was super lekker. Het was Chinese soep, gehaktballetjes, aardappelen en kokosmoes. En daarna na het eten zijn we gaan honkballen. Jammer genoeg hebben we daar geen foto's van, omdat we zo leuk waren aan het spelen. Wij zijn gewonnen, dus ja, dat is weer goed. En het weer, dat was wisselvallig. Soms was het heel mooi, maar soms ook wat minder. Bedankt en tot morgen.